Ik ben Tini Fischer, ik ben kinderboekenschrijver en schoolschrijver. En ik heb een hele leuke schrijftip voor jullie. Want als je aan het schrijven bent, is het belangrijk om het verhaal wat je vertelt zo rijk mogelijk op te schrijven. En dat betekent dat je verschillende soorten woorden moet gebruiken, dus niet altijd hetzelfde woord. Dus als je bijvoorbeeld zegt, hij loopt naar de winkel, hoe loopt die persoon dan naar de winkel? Loopt hij langzaam of snel? Sjokt hij naar de winkel? Hoppelt hij naar de winkel? Vliegt hij naar de winkel? Sprint hij naar de winkel? Slentert hij naar de winkel? Elk woord, daar kun je ook andere woorden voor kiezen. En ik kom zelf heel vaak daarvoor op synoniemen.net, heet dat volgens mij. En er zijn ook boeken, synonieme woordenboeken, waarin je allerlei verschillende woorden kunt vinden voor het woord wat je wilt beschrijven. Dus synoniemen, dat is mijn tip.